live-opname van Vlaanderen Muziekland en de live-show van Café Flamand bij te wonen. Mooi, te leven is mooi, zolang we zon nu zien en vinden zijn. Hartje! Mooi, te leven is mooi, zolang ik kan. Zolang ik kan bewegen en liefde geven, mooi. Zeg lieve mensen van Antwerpen, Safran Kees! Wij zijn van Café Flamand, en die vanavond laten meezingen zoals u nog nooit hebt meegezongen op deze mooie grote markt in Antwerpen. U zou bijvoorbeeld kunnen kennismaken met een jong Vlaams groepje ergens uit de buurt van Lier. Bijvoorbeeld met deze hitzinger van de Kreeners. Ha! Ik was verliefd op Chris Lomme. Wat zingen jullie dan? Dat meisje met het blonde haar. Hey! Ik was verliefd op Chris Lomme. Was toen een man van 9 jaar. Ik was verliefd op Chris Lomme. En af en toe, dames en heren, want het is 11 juli, gaan we elkaar eens goed vastpakken. Heel diep en heel diep. Luister maar, ik blijf terug. Tada, maar het is een paar de zitten na. Moet je dan samen op je eerste dag. Je betere wereld zie ik bij haar. Op de schone dag vallen de bellen van haar woordje. Je dam is gewoon een schaar. De deur van je geboden. Buit je naar vertrouwen in het goede van de mens. Zet de foto van een kindje zonder mama in de blootbed. Dat is niet juist, dat kan ik niet toestaan. Zelfs gewoon moeder bel dat onrecht ik de oe. Want er gewoon wat je kan doen, er gewoon wat tegenin gaan. Richten voor de rechten van het kind om beter rust aan. Waar dat je twit is dat jeugd weggevlogen. Bedamme ja. Op dit stadhuis plaatsvindt. We beginnen deze avond met een aantal toespraken en bieden jullie vervolgens een hapje en een drankje aan. Na afloop willen we jullie graag uitnodigen om op de Grote Markt de live-opname van Vlaanderen Muziekland en de live-show van Café Flamand bij te wonen. Maar zoals gezegd starten we eerst met een speech. Mag ik aan burgemeester Bart De Wever vragen om als eerste het woord te willen nemen? Dank u wel. Dames en heren, ik heet u van harte welkom hier op het Schoonverdiep in het stadhuis van Antwerpen, het economisch hart van Vlaanderen. En ik ben zeer blij dat de organisatie Vlaanderen Feest zich niet heeft laten afschrikken door de alom gekende Antwerpse bescheidenheid en toch voor de stad heeft gekozen om de apotheose van de Vlaamse feestdag te vieren. Ik wil hen daarvoor uitdrukkelijk bedanken. Het is mijn allereerste 11 juli als burgemeester. En ik kon mij geen betere dag wensen. Vanmorgen hebben we bloemen neergelegd aan het graf van Hendrik Conscience op het Schoonse Hof. Hendrik Conscience, de man die ons onze symbolen heeft geschonken. Symbolen zoals deze dag, 11 juli. Symbolen waarmee we onze identiteit verbeelden. Waarmee we die zichtbaar maken en tastbaar maken. We hebben daar geluisterd naar een aantal pakkende getuigenissen van verdienstelijke Antwerpenaren van diverse afkomst. Met name Oskar Tjetin, Jan van den Nieuwenhuizen en Michael Freilich. Mensen die gesproken hebben over de Vlaming in A. Vlaming zijn in onze grote stadsgemeenschap en wat dat voor hen betekent. Vanavond zal er nog een volksfeest doorgaan, hier op de Grote Markt, hier buiten, waar 14 Vlaamse artiesten optreden en daarna een greep van 50 jaar Vlaamse hits wordt gebracht. Een feest dat als Vlaanderen Muziekland rechtstreeks wordt uitgezonden op de VRT. Ik ben er zeker van dat Antwerpen daarmee voor heel kijkend Vlaanderen
een passend slot zal geven aan onze nationale feestdag. Maar tussen ons en dat feest staat nog deze academische zitting. Geen luim zonder ernst, zo hoort het. Het doet me heel veel plezier dat we straks hulde gaan brengen aan de familie Van Rompuy. Niet die van de Europese president, voor alle duidelijkheid, al zijn er wel gemeenschappelijke voorouders als ik goed ben ingelicht, maar wel de familie van de stichter van Argenta, Karel Van Rompuy, die ons helaas eerder dit jaar ontvallen is en die we bijzonder betreuren. Wij laten immers veel te veel kansen liggen om hulde te brengen aan de Vlaamse familiale ondernemer. Mensen die met hun twee handen onze welvaart hebben opgebouwd en die deze welvaart vandaag nog altijd dragen. Argenta is gesticht als een Vlaamse bank en het is nog altijd een Vlaamse bank. Geen wilde avonturen, maar een gezonde financiële basis. Daardoor kwam Argenta versterkt uit de financiële crisis, terwijl wereldwijd reuzen door de knieën gingen. Ik ben blij dat vanavond hulde wordt gebracht aan dit levenswerk van Karel Van Rompuy. En ik ben ook blij dat we daarnaast vergast worden op twee Vlaamse topsprekers. Eerst komt Unizo-voorzitter Karel van Eetveld aan het woord. Hij is de alomgewaardeerde spreekbuis van de Vlaamse familiale ondernemers. De man die hun belangen verdedigt in een tijdvak waar dit meer dan ooit nodig is. Want de belastingsdruk en het overheidsbeslag in België zijn tot een historisch record gestegen. En het aantal faillissementen helaas ook. Als we succesverhalen willen blijven zien, zoals het verhaal van Argenta in het Vlaanderen van morgen, dan doen we er goed aan om vandaag met aandacht te luisteren naar wat Karel van Eetveld ons te melden heeft. En als slotspreker verwelkomen we niemand anders dan het staatshoofd van Vlaanderen. Jawel, onze minister-president. En dat woordje president staat niet per toeval in de titulatuur, want Vlaanderen is een republiek. Het is goed om daar af en toe aan te herinneren, gezien de actualiteit. Maar ons staatshoofd, Chris Peeters, is natuurlijk ook de alomgewaardeerde voorzitter van de Vlaamse regering. Ook regeringshoofd. Een regering die financieel orde op zaken heeft gesteld. En dit jaar voor de derde keer op rij een begroting in evenwicht presenteert. Een prestatie die in Europa alleen wordt geëvenaard door mijn vakantieland, Beieren. Tegelijk bleef Vlaanderen slim investeren in infrastructuur, in onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en arbeidsmarktbeleid. Niet het minst met concrete loonlastenverlaging via premies voor wie 50-plussers aanwerft of personen met een handicap. Niks is perfect, Chris. Maar ik denk dat de Vlaamse regering met een mooi palmares naar de kiezer kan gaan in 2014. En daarvoor wil ik u bedanken. Dat doe ik uit een soort oprecht altruïsme dat mij kenmerkt. En misschien ook wel in de hoop om daarna samen verder te kunnen doen. Dat is een oprecht opportunisme dat iedere politicus kenmerkt. Dames en heren, ik kan er echter niet omheen. Er staat een olifant in de kamer. En dat is de zesde staatshervorming van de regering Di Rupo en de Groene Partij. We moeten elkaar niks wijsmaken. Deze 11 juli is geen dag van grote Vlaamse eensgezindheid. In het licht van de verkiezingen geeft iedereen uiteraard de uitleg die hij moet geven aan deze hervorming en dat is ook begrijpelijk. Dat 11 juli sprekers die behoren tot de partijen van de federale meerderheid de verdiensten van de staatshervorming aanstippen is normaal. Maar ik kan niet anders dan u heel oprecht zeggen dat ik niet blij ben met de hervorming. Begrijp me niet verkeerd, iedere nieuwe bevoegdheid is welkom en het Vlaams parlement moet met de nieuwe bevoegdheden aan de slag gaan. Maar voor mij is het niet de Copernicaanse omwenteling geworden waar Vlaanderen om gevraagd heeft. Het is geen overdracht die leidt tot een heldere en homogene bevoegdheidverdeling. Het is geen hervorming die ons echte instrumenten geeft die we nodig hebben om sociaal-economisch het beleid te gaan voeren dat de meerderheid van de Vlamingen wenst en dat nu toch echt wel dringend is geworden. En tenslotte is het volgens mij een erg dure operatie geworden voor Vlaanderen. Het spijt me dat ik hiermee op deze feestdag een valse noot heb geblazen. Nog voor de muziek begonnen is. Laat me daarom afsluiten met de hoop dat we hier op 11 juli 2014 opnieuw in Vlaamse eensgezindheid zullen staan. Ik heb gehoord dat de minister-president heeft gepleit voor een positief confederalisme. Volgens mij is dat een pleonasme, maar het klinkt mij wel als muziek in de oren, niet als een valse noot. Voor we onze volgende nationale feestdag vieren, zal de Vlaamse kiezer gesproken hebben. En ik hoop dat diens oordeel de mensen die het goed voor hebben met de toekomst van de Vlaamse Republika opnieuw bij elkaar zal brengen. Ik dank u voor uw aandacht.
dames en heren, Antwerpenaren of niet-Antwerpenaren. Dat zijn de mensen van de parking, als ik het goed begrijp, niet-Antwerpenaren. Ook in mijn naam van harte welkom. Het is een hele eer voor mij om hier vandaag te mogen spreken. Om diverse redenen. Ten eerste omdat ik tussen twee mensen zit van wie het talent onvolprezen zal blijven. En dat wil ik toch nog even benadrukken. Ook omdat ik op 11 juli iets mag zeggen over ondernemers. En ik dank daarvoor de organisatoren van deze 11 juli viering. Benadrukken waarom Vlaamse ondernemers belangrijk zijn voor de welvaart in Vlaanderen. Het feit dat u dat vraagt, aan mij of in het algemeen aan iemand die de ondernemerswereld vertegenwoordigt, wil eigenlijk zeggen dat u het historisch besef heeft over het belang van die Vlaamse ondernemers voor de welvaart in Vlaanderen. En zoals gezegd, daarover wil ik het met u de komende 10 minuten eventjes hebben. Ik denk dat het goed is op een dag als vandaag even stil te staan bij al het goede van deze prachtige regio. En ik zeg dat niet alleen omdat het mooi weer is buiten en de ketnetband nu aan het optreden is, zoals ik het heb gezien. Ik zeg dat omdat ik vind dat we als Vlamingen te vaak valsbescheiden zijn. En valse bescheidenheid, dat is niet op zijn plaats. Zeker nu niet. Ik vind dat we fier mogen zijn en dat we zelfbewust moeten zijn over wat gerealiseerd is in de voorbije decennia. En ik vind ook dat we daar chauvinistisch moeten over zijn. Vlaanderen is historisch een van de mooiste regio's van de wereld. Daar zijn we het over eens. Maar we zijn er ook in geslaagd om er een van de meest welvarende regio's van de hele wereld van te maken. En ik ga een aantal voorbeelden geven. Zaken die wij misschien evident vinden vandaag, maar die toch niet zijn. Proeven ook van Vlaanderen. Ons onderwijs, bijvoorbeeld. Er gaat eerlijk gezegd geen dag voorbij waarop iemand zeer kritisch op het onderwijssysteem is, of ankert op het onderwijssysteem en zegt het moet beter, het kan beter. Er zijn nog altijd zaken die moeten verbeteren. Maar laat ons toch niet vergeten dat ons onderwijssysteem hier in Vlaanderen vandaag al een van de beste, misschien zelfs het beste van de hele wereld is. Belangrijke proef. Er gaat ook geen dag voorbij waarin mensen wordt klagen of opmerkingen hebben op ons zorgsysteem. Wachtlijsten. Ik moet iemand hier of daar plaatsen, dat moet maar niet. Wel nu, dat zorgsysteem kent zijn gelijke niet in de wereld. Op elk uur van de dag of de nacht naar een dokter kunnen gaan. Hun keuren aan rust- en verzorgingstehuizen in diverse maten en gewichten. Ik zal bijna zeggen voor elk wat wils. Zoek mij een land of een regio in de wereld waar zoiets bestaat. Je gaat dat niet vinden. Armoederisico bij de laagste van de wereld. Gemiddeld inkomen per capita bij de hoogste van de wereld. Een groot deel van onze Vlaamse bevolking heeft een eigen huis. En dan zwijg ik nog over al die andere luxe producten die wij vandaag de gewoonste zaak van de wereld vinden. Het zijn...